Expeditie Oost weer onderweg. Ken jij Erik Nijmeijer? Nee. Nee? Erik Nijmeijer is de gitarist van Bukkers. En die doet normaal gesproken dit. Maar Erik heeft ook hele andere kwaliteiten. Erik is schilder. En ik sprak hem vorige week en toen zei ik, nou kom een keertje bij je langs. Dus we gaan kijken naar een gitarist die ook schildert. En heel talentvol schijnt te zijn. Moeten we hier links of rechts? Rechtdoor. Erik, sinds wanneer schilder jij? Sinds vorig jaar mei. Dus je bent eigenlijk nog een groentje? Ik ben volkomen groen in dit vak, ja. Ja. Maar hoe weet je dan wat je maakt en welke techniek je gebruikt? En of doe je maar wat? Gewoon? Ik doe maar wat. Ja, echt? Ja, maar ik heb wel zo mijn voorkeuren. En ik weet wel wanneer het mislukt is, dan begin ik gewoon overnieuw. En dan doe je het beter. En als je dat de volgende keer weer doet, dan ontwikkel je wel wat. Maar niemand heeft me iets verteld erover. Maar wat heb jij met schilderkunst? Wat had jij met schilderkunst? Ik was eigenlijk gewoon ongelooflijk schilderkunstfan. Musea af, ja, overal kijken. Allemaal, ja. En de Cobra-beweging en Corneille. Ik vind het allemaal van David Hockney, Edward Hopper. Ik vind ze allemaal onwaarschijnlijk cool. Dus toen dacht ik stiekem van, dat kan ik ook. Ja? Ja, een beetje arrogant, maar ik wist dat kun jij ook. Wat zij kunnen kan ik niet, maar ik kan wel weer wat een ander niet kan, dacht ik. Ja, is dit wat jij doet? Is dat vanuit het hart en gewoon slim en je doet maar wat? Of is het ook echt knap? Ik vind het niet zo knap. Ja. Nou, ik vind het wel moeilijk soms. Soms denk je, nu doe ik het ongeveer hetzelfde als de vorige keer, toen was het heel mooi. Waarom is het nou zo lelijk? Dus dat is wel, en dat ligt allemaal aan de kleur en aan de zwierigheid van de compositie. Maar de zaken gaan goed, meneer Nijmeijer? Ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb een zojuist te horen gekregen dat ik een enorme toffe, hippe expositie krijg op Bonaire. Wow. In een nieuwe galerie. Dus daar gaan wel 10 of 15 doeken naartoe. Dus die moet ik allemaal verschepen. Dus ik ben, dat moet eind deze maand moet het daar naartoe. En dan heb ik in januari, februari daar een expositie. Dus, ben je nu een jaar ben je hiermee bezig? Ja. En dan loopt het al zo goed. Ja, en dat is niet wat ik had verwacht. Nee. Ik had mezelf, ik ben best wel een beetje ambitieus, maar ik dacht, een jaartje of 10, 20 en dan. Een beetje lekker leren, erin komen en zo, een beetje kliederen. Kliederen, stijl ontwikkelen, eens rustig aan. Maar ik ben veel te fanatiek daarvoor. Dus ik ga niet één keer per week of zo schilderen. Ik ga elke dag schilderen. En ik ga gewoon 's ochtends hier naartoe en dan ben ik hier de hele dag. Gaan we nog meemaken dat je je gitaar aan de kant zet en zegt, tabé muziek? Nee, denk ik niet. Nee, ik vind het, het is zo'n kick om een volle zaal, zeg maar, die helemaal losgaat op jouw nummers. Dat is wel, dat is heftiger nog dan een schilderij maken. Nou, heb je eigenlijk fijn werk, Erik? Dankjewel. Sta je met een microfoon. Dag, dames en heren, ik ben een schilder. Bert, ik zie hier nog een plekje naast dat. Misschien kun jij dat huren, dan gaan we samen schilderen. En dit wordt motor, man met motor? Ja, man met helm, stap van S van motor afgestapt. Ja. Verder weet ik nog niet precies hoe het gaat aflopen. Ik kan er een wond in, dat hier gevallen is. Dan doe ik hier wat schroefjes en hier een remspoor. Mooi. Maar het moet een beetje vredig zijn, vind ik. Wilt u hem kopen, beste mensen, als hij af is? Meld u zich bij de kunstenaar. Ja, op Facebook of op mijn website. Tussen 500 en 1000. En als het heel mooi is, meer. Ja, soms ook wel meer, ja. Ja, niet minder in ieder geval.